Hallo, hallo, hier ben ik dan. Hier ligt van alles, zoals je kunt zien. Ik ga even kijken hoe ik je het beste kan neerzetten, want dat is een beetje, ja, zo. Dat is een beetje een dingetje. Ik dacht, ik ga eens even al mijn make-up uitzoeken, want ik heb deze bak heb ik ooit een keer hier neergelegd. En ik draag niet zo heel veel make-up, maar volgens mij, of ja, ik draag niet zoveel make-up, nou ja, voor video's nu wel. Zoals je kunt zien, pelt deze bak uit en volgens mij is dit nog vooral winterse kleuren. Dus we gaan eigenlijk even kijken wat er in die bak zit. Wat er eigenlijk hier allemaal ligt en waar het eigenlijk allemaal heen moet. Nou, het spiegeltje moet sowieso blijven. De mascara die ik op dit moment gebruik moet sowieso blijven. Deze, die gaat in de prullenbak, want die is al best oud. Ik heb voor zekerheid ook even hand- en face wipes hier liggen. Voor als ik daar swatches wil. Dit is de band die eigenlijk om de doos moet. Ja, dat past nu dus niet meer. Het is wel de bedoeling dat die er dadelijk weer mee gaat. Dat is trouwens een gift set van Rituals, ooit van mijn oma gekregen de doos. Twee rimmeldingen. Ja, dit ligt er dus aan wat allemaal in die doos zit dadelijk. Rimmel foundation precies. Ja, nee, die wil ik wel hier houden. Een kwastenreiniger. Nou, die blijft wel hier, maar ik leg hem even bij het spiegeltje neer. Deze gaat naar mijn verzorgingsproducten. Naar de badkamer dus. Deze kokosspray, die gaat gewoon hier bij de dingetjes allemaal. Dus die gaat ook ergens anders heen. Oh, dit gaat niet goed als dat hier neerzet. En dan hebben we hier allemaal action make-up. Met deze ga ik kijken of ik iemand anders blij mee kan maken. Dus die gaat weg bij de weggeefstapel. Deze twee blusjes. Deze gaat naar mijn stash, dus die moet eruit. En deze ligt eraan. Twee oogschaduwpaletjes. Ik ga even zo hangen. Deze gaan even al bij naar mijn stash, want ja. twee lipkleuren. Weet je, deze ga ik nooit gebruiken. Dus die kan ik van de ene kant wel weggeven. Is ook nog nooit gebruikt, die alleen geswatcht. En deze die blijft wel even hier. Bij dat zeggende bedenk ik me dat hier ergens ook nog lipstick staan. Ga ik er ook even bij pakken. En die concealer, ja die... Nou ja, fuck it. Die laat ik wel hier, dan maak ik die wel meteen op. Zo. We hebben hier de lipsticks die hier stonden. Deze twee van Rimmel. Volgens mij vond ik die allebei wel heel mooi. Ja, deze vond ik heel mooi. Dus die blijven erin. Ik zie hier ook mijn Dior lipstick staan. Die heb ik al een stukje afgesneden, maar super creamy. Het is wel een heavy kleurtje hoor. Nou ja, laat hem maar even in dan. Wat dit? Deze heb ik ook al zo lang als ik weet niet waar. Ik denk dat ik deze maar eens een keer ga weggooien. En als ik een keer mijn make-up collectie ga uitzoeken, ga ik die allemaal weggooien. Want ik draag ze gewoon niet meer, omdat ik ze al zo lang heb. Weer zo'n toffe kleur. Deze is wel meer gangbaar dan die andere. Oh, en dit zijn eigenlijk allebei dingen die ik voor de show heb. Eerlijk. Want de kleuren zijn eigenlijk... Dan denk ik, ja, ik wil wel een toffe kleur. Eentje die ik nog niet echt heb. Koop ik ook gewoon bijna dezelfde kleur. Omdat dat wel zo'n echt een lente-zomerse kleur is. Dan denk ik, ja, dit is een unieke kleur. Maar vervolgens vind ik ze veel te fel voor mezelf. Dus dat hebben we geleerd, Eline. Niet meer doen. Ik zie hier een limited edition van Catrice. Lang zal ze leven. Niet dat ik dit deze tijd van het jaar ga dragen. Dus die gaat terug naar mijn stash. Wel een toffe kleur trouwens. Drie MAC lipsticks. Die ik alle drie wil gaan opmaken volgens mij. Fabby ga ik sowieso dragen. Brave, die ga ik sowieso dragen. Zie, ik draag echt te weinig lipstick. Shy Girl. Nou ja, misschien gaat die ook nog wel dragen ergens overheen of zo. Deze, die moet nu eigenlijk van mij hierin, maar dat past niet. En daarom heb ik een beetje een hekel aan dit soort dingen. Die voor de show zijn die niet echt goed. Nou, ik hou ze even zo dan. En dan ga ik nu deze doos uitzoeken. En ik denk dat dit de ellende gaat worden. Ik ruik ook allemaal, volgens mij is die geur van die doos nog. Oh, ruikt wel echt lekker. Ik denk dat ik alles ga sorteren. Ja, ik ga even alles sorteren. Oh, ik vind hier ook gewoon kwasten. Wat is dit? Oh wauw, het dingetje van de doos. Wat zat rijk in deze gift set. Oh, best veel. Zat er allemaal in deze gift set? Wauw, oma. Dit gaat wel nu weg, want ik word hier alleen maar jaloers van. Oké, de doos is leeg. Ik ga hem even schoonmaken. Oké, de doos is leeg. Wel nog een beetje smerig. Ik heb alles per merk neergelegd en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Een waterproof mascara van Rimmel die ik nog steeds niet heb getest. Nou ja, die hou ik er wel in. Een concealer van Rimmel die ik wel heb getest. Is het de enige concealer die er ligt? Nee. Even kijken of ik nog meer concealers heb. Nou ja, ook deze van Maybelline. Ja, en dan die van de Action. Nou, dan gaat die van de Action wel terug even naar mijn stash. Oh, wacht even. Ja, ik heb hier drie swatches op mijn hand. Die van Essence vind ik eigenlijk dat er vaak te veel uitkomt. Nou is de hele pak nog smerig. Die van Maybelline is echt mijn favoriet. En die van Rimmel, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Weet je wat, die van Rimmel en Essence gaan wel naar mijn stash. Die van Maybelline, die laat ik wel even erin. Ook dit paletje van Kate by Rimmel. Die ga ik even naar mijn stash doen, want
Ja, pakt hij toch niet zo snel. Dat waren alle rimmeldingen. Heb ik hier dingen van Catrice, die allebei limited edition waren. Een poeder. Deze wil ik volgens mij opmaken. Maar dit is een witte, transparante poeder. Heb ik nog meer poeder behalve die dan van... Nee, dat is ook de enige poeder verder. En dan die van Rimmel, dus die hou ik er dan in. En dan kan ik nog afwisselen. En deze wil ik volgens mij ook gaan pennen. En ik heb hier deze die ik wou gaan pennen van Urban Decay. En zoals je kunt zien lijken ze ook wel op elkaar. En die twee blushes zijn allebei herfstig. Waarschijnlijk komt deze video pas in september online, maar het is nu nog augustus dat ik het opneem. Ik zit een beetje met van dat ik het voor nu eigenlijk niet echt oké vind, ofzo. Ik denk dat deze van mijn stash gaat en dat ik die van Catrice er dan even inlaat. En dan gaat deze blush ook wel naar mijn stash, want heb ik nog andere blushes trouwens. Laten we even blushes bij elkaar gaan rapen. Oh yeah. Ik heb hier deze Milani blush. Oh, ik moet even mijn hand schoonmaken. Deze Milani blush, dat roosje. Dit is denk ik een highlighter, Eline. Die leg maar even terug. Ik heb de Too Faced Peach Blush. Ja, die vind ik top. En ik heb dan die van Max & More. Ik ga eens even swatchen. Die Peach Blush moet er zo... Oh, die geur. Moet er sowieso in blijven, vind ik. Hij is heel naturel en ja, daar hou ik gewoon van. Ik denk dat ik die van Essence er ook in wil hebben. Ja, die van Milani gaat dan wel naar mijn stash, want die is toch iets te warm voor nu. Eline, even serieus, hoeveel make-up draag je op dit moment? Ja, bijna niks. Dan heb ik hier deze collectie van Essence. En ik zag ze bij Frauke, ja, tegen die tijd. Ik zeg al, het is waarschijnlijk al februari of al september. Dus misschien is een nieuwe Essence look al online gekomen. Want in september komen de nieuwe Essence producten uit. In september komen de nieuwe Essence producten uit. Dus misschien dat ik het dan al weet. Maar ik zag deze in een soort van halve limited edition. En ik denk... Is het nou limited edition of zijn het nieuwe producten van Essence? Deze twee oogschaduwpaletjes, ik vind ze super leuk. Ik vind alleen het pigment zo tegenvallen. Ik geef die wel weg. Eerlijk, tot nu toe heb ik deze nog allebei niet gebruikt. Ik zag bij Frauke een van deze twee en haar looks. Ik vind ze wel heel mooi. Ik bewaar ze er even in, want die ga ik zo een keer in een video gebruiken of zo. Deze foundation ga ik weggooien. Jongens, jullie zijn getuigen. Ik ga deze foundation weggooien. En ik koop hem niet meer opnieuw. Domste fout die ik ooit heb gemaakt om deze opnieuw te kopen. Waarom? Omdat ik gewoon... Ik weet het niet. Hij zag er ineens heel raar uit op mijn gezicht. Ik wil toch wat meer budget foundations gaan proberen. En als ik nou wat deze van Rimmel heb, dan denk ik weer van... Ja. En ik zag ook bij Frauke... Sorry dat ik iedere keer over Frauke begin. In haar Essence look ook een toffe foundation. Dus ik wil ook meer... Drogisterij foundations gaan uittesten. Of gaat deze nog naar mijn stash? Hij is ook niet zo lang houdbaar. Ik heb hem volgens mij begin van het jaar gekocht. Hij is 6 maanden houdbaar. Dus dat is de reden dat ik zeg dat ik hem weggooi. Met pijn in mijn hart. En ik zou het liefst zeggen. Ik bewaar hem nog. Maar het is wel iets wat ik op mijn gezicht gebruik. Dus ik durf het niet aan. Hij gaat de prullenbak in. Fixing spray. Altijd handig. Ik gebruik het nu niet zo heel veel. Omdat ik nu allemaal watersprays gebruik. Deze gaat even naar mijn stash. Oh, het Naked 3 palet van Urban Decay. Oh, wat schattig. Ik ga het even naar mijn stash, want ik grijp er nou nooit na. En nee. Ik ben te druk bezig met andere dingen testen. En dan zijn dit een beetje de laatste random dingen. 2 oogschaduwbasissen. Ik wil wel oogschaduwbasis gebruiken. Deze die is... Hoe lang ben je houdbaar? 12 maanden na opening houdbaar. 1,5 jaar geleden of zo is de... Nee ja. Ja. Bijna 1,5 jaar geleden is denk ik de video online gekomen. Dus ik heb hem al langer dan 1 jaar in gebruik. Die gaat naar het prullenbak in. Deze bewaar ik dan. Dan heb ik in ieder geval een oogschaduwbasis. Deze mascara die gaat weg. Want ik weet niet hoe lang ik deze al in gebruik heb gehad. Voordat ik hem wel gebruikte. En ik heb nu deze van Physicians Formula. En die van Rimmel kan ik ook nog altijd gebruiken. Die is nog niet open geweest. Dus deze gaat weg. Wenkbrauwproducten. Oh wacht, ik zie deze primer nog van P2Y. Nou, die gaat wel even naar mijn stash. Wenkbrauwproducten. Nou ja, die bewaar ik wel. Deze bronzer die zit er dan ook in. Deze highlighter. Die is wel echt even gepigmenteerd, zeg maar. Ik weet niet of ik hem ooit in een video heb gebruikt. Maar dit is de kleur. En hij is wel echt mega heftig. Het is de kleur Peach Glow. Wel echt voor nu. Ik wil hier ook te graag een doosje van bewaren. Is misschien ook niet altijd even slim. Nou, die gaat dan naar mijn stash. Want ik heb ook nog die van Essence, die paletjes. En die wil ik eerst eigenlijk gebruikt hebben. Eventjes hard zijn voor mezelf. Oh, dit Becca palet. Mijn eerste Becca product. Het is eerst iets wat ik in het doosje wil houden. Ik wil echt te veel in doosjes houden. En het is een imitation. En ik had meer... Ik ga dit even weggooien, want hier stoor ik me echt erg aan. Ik had me dit zoveel beter voorgesteld. Ja, blijkbaar zijn de oogschaduwen van Becca niet echt top. Ik bewaar hem wel, want het is niet een palet dat ik op zichzelf kan gebruiken. Maar de shimmers vind ik wel heel tof erin. Ook dingen die ik nog niet heb gebruikt. Ja, misschien kan ik hem gebruiken in combinatie met het andere. Nee, ik ga hem naar mijn stash doen. Want het neemt zoveel ruimte in die doos in beslag.
Nee. Wat ben jij? Je bent ook nog een wenkbrauwpotlood. Die geef ik al weg. Dit is een lip liner. Was die hierbij? Ja, mooi. Blijf maar daar. En dit is de eyeliner. Nou, die bewaar ik ook. Eens kijken hoeveel er nu in de doos past. Want ik heb zo vermoed dat er best wel veel is. Dit veldje gaat weg. Waarom ik twee spiegeltjes erin heb, weet ik niet. Maar hou er maar eentje in voor de zekerheid. En dan gaat het allemaal naar mijn stash. En die kwasten, die gaan allemaal naar mijn kwasten. Dus die horen hier ook niet. Bronzer, blush. Oh ja, dit is ook nog een bronzer. Nee. Kijk dan, jongens. Wacht. Dit is alles wat in de... Ik ga jullie even van de andere kant laten zien. Dit is alles wat erin blijft. Hier liggen allemaal wat beetje random dingetjes. Twee blushes. Een bronzer. Een gezichtspalet. Twee poeders. Ja, random dingen. Zoals ik al zei. Concealer. Foundation. Wenkbrauwproducten. Eyeliner. Mascara. Een spiegeltje. Oogschaduwbasis. En de twee highlighterpaletjes van Essence. Wauw. Trots op mezelf. Dit zijn lipproducten die ik dan bewaar. Oeh. Die gaan denk ik ergens anders heen. Dit gaat allemaal de prullenbak in. Wat ik allemaal random dingen die ik vond. Dit gaat naar iemand anders. Dit gaat naar mijn stash. Wauw. Dit is het spiegeltje. De kwastenreiniger. Kwasten. En gezichtsdoekjes. Ik denk dat de gezichtsdoekjes hierin gaan bewaren. Twijfels. Oh, en deze twee gaan ergens anders heen. Twijfels. Ga ik de gezichtsdoekjes hierin doen of niet? Iets wat ik wel ga doen is deze dadelijk om de doos doen. Trots op mezelf. Wat vinden jullie daarvan? Kun je helemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer en tot ziens. Doei!